Welkom bij een nieuwe Aandachtskunde-podcast. Wonen in Nederland. Wonen in Nederland bestaat uit 4 hoofdstukken. Eerst wordt gekeken naar dreiging vanuit de zee. Dan wordt er naar de grote rivieren gekeken. Dan leefbaarheid in stedelijke gebieden. En tot slot de Randstad, toekomstige topregio. Dit is hoofdstuk 3. Leefbaarheid in stedelijke gebieden. En dit is paragraaf 3.2, werk aan leefbaarheid. En de leerdoelen die hier behandeld gaan worden, zijn de leerdoelen. Welke kenmerken in de verschillende soorten wijken zijn van belang voor de leefbaarheid ervan? Met welke problemen die verband houden met de leefbaarheid hebben steden te maken? En hoe probeert de overheid hier zicht op te krijgen? En hoe worden problemen rondom leefbaarheid aangepakt? Allereerst om te kijken wat dus een wijk is, moet je een buurtprofiel maken. En een buurtprofiel laat eigenlijk het DNA van een wijk, het paspoort, laat het zien. Het geeft weer wie je bent, het DNA, maar een buurtprofiel geeft aan wat een wijk is. En dan kijkt het naar woningkenmerken, dus hoe oud iets is, wat voor type woning, is het vrijstaand, is het een rijtjeswoning, is het een doorzoomwoning, is het een portiek, hoogbouw, enzovoort. Dan is het huurwoning of is het koop. En wat is onderhoud, dus staat van onderhoud. Dus allemaal kenmerken die betrekking hebben op de woning zelf. Maar dat is niet voldoende, want je hebt ook mensen die die woning bewonen. De bewoners. En dan heb je bewonerskenmerken. En dan kijk je naar omvang huishoudens, etniciteit, inkomen, gezinsfase, veel jonge kinderen, veel bejaarden enzovoorts. En dan heb je nog de karakteristieken van de woonomgeving, dus groen, parkjes, de ligging, afstand tot voorzieningen. Is er een buurt super in de buurt? Is het dicht bij het centrum? Enzovoorts. En dan maak je op basis van verschillende kenmerken dus een buurtprofiel. Nou, zit er een beetje verschil in een buurtprofiel van de ene maker ten opzichte van de andere maker? Alleen van belang in een buurtprofiel is dat je, als je dan steden en wijken gaat vergelijken, dat je dezelfde kenmerken met elkaar kunt vergelijken. Dus hier zie je ook leeftijdsopbouw in verschillende wijken. Hier zie je een aantal mensen met een minima, met een bijstand. Je ziet onderhoud groen, onderhoud wegen, criminaliteit, sociale cohesie. Allemaal cijfers waarbij je wijken met elkaar kunt vergelijken. Op basis van een buurtprofiel maakt dus iemand ook een afweging om ergens te gaan wonen. Veel jongeren trekken meer jongeren aan. Sociale samenhang, oftewel sociale cohesie, het sleutelwoord. Hier zie je een kaartje van wat cijfers als je het hebt over overlast, buurtschoonhouden, normen en waarden en andere omgangsnormen. Je ziet dat in dit gebied ten opzichte van 2011 naar 2012 een daling is. En dat betekent dus dat de sociale cohesie toeneemt. En sociale cohesie is eigenlijk niks anders dan hoe mensen de wijk leefbaar maken. En dat vooral met elkaar in sociale netwerken. En nou is er een soort van vooroordeel dat lager opgeleiden een lage sociale cohesie hebben. Maar je ziet juist dat laag opgeleiden meer in hun omgeving doen dan bijvoorbeeld in de hoogopgeleide. Die bijvoorbeeld 2 verdieners, weliswaar een hartstikke mooie tuin en huis. Maar als je 60 uur per week er niet bent, dan bouw je geen relatie op met je buren. Dus dit zijn allemaal subjectieve vooroordelen. De bewoners, de overheid, de buurt zorgt allemaal voor samenhang. En wat echt uitmaakt is de factor leeftijdsopbouw. Kinderen die worden vaak in de gaten gehouden en ouders lopen ook vaak over straat, dus komen in contact met andere ouders. Dus dat maakt heel erg uit. Verhuizingen maakt uit, factor verhuizing, want als je weet dat de buurt binnen 5 jaar helemaal weer veranderd is, ja, dat is niet de investering waard. Factor samenstelling van bewoners, is het alleenstaande of is het getrouwd, gescheiden, ouderen enzovoort. Wat ook uitmaakt is de factor huur- of koopwoning. Huurwoningen worden niet door de bewoners zelf onderhouden, maar zijn afhankelijk van de
verhuurder, dus de corporaties. Terwijl koopwoning wordt dat wel. En het kan zijn dat dat verschil gaat uitmaken. Zeker als binnen een wijk waar koopwoning zijn, een aantal buren de boel aan gaan opknappen, dan volgt de rest zeer waarschijnlijk ook. En dan nog een factor etnische segregatie, waarbij dus verschillende bevolkingsgroepen niet met elkaar omgaan. Nou, dat is natuurlijk een belemmering voor de sociale cohesie. Dan gaan we naar wijkvoorzieningen. Wijkvoorzieningen van belang voor een wijk, ook om leefbaarheid te vergroten. En ze zorgen voor samenhang. In een buurthuis komen mensen samen, al dan niet cursussen, gewoon gezellig samen zijn. En dat zorgt dus voor een binding in die wijk en dus ook een betrokkenheid in die wijk. En voorzieningen, prima in zo'n wijk. Maar wat ook echt van belang is in zo'n wijk, is dat er ook economisch draagvlak ontstaat. Dat het geld ook wordt uitgegeven in die wijk, want daar profiteert die wijk van. Dus heel vaak zie je bijvoorbeeld lokale middenstand opbloeien in een wijkje aan de buitenkant van de stad. Maar de mensen die in die stad of in die wijk wonen heel betrokken zijn om bijvoorbeeld naar de lokale bakker of een lokale slager te gaan. Wat ook van belang is dat je bijvoorbeeld de zorg gaat decentraliseren. Niet in één heel groot ziekenhuis, maar in de wijk. Dus dat je in de wijk mensen gaat behandelen. Zo komen mensen, de zorg dus, en die komen bij elkaar en die hebben een ontmoetingsplek. En daardoor gaat de sociale cohesie omhoog. Wat ook een probleem is tegenwoordig, en dat heb je met regio's met krimp, is dat voorzieningen zoals basisscholen en bibliotheken komen onder druk te staan. Omdat er gewoon minder kinderen zijn, moeten sommige basisscholen gaan sluiten. Niet goed voor de sociale cohesie. Als je de school uitgaat, dan staan er honderden ouders staan voor de school. Die wonen vaak ook in die wijk. En dan ken je elkaar. En als die verdwijnt, die basisschool, dan gaat dat ten koste van de sociale cohesie. Wat je ook ziet, is dat er ook een scheiding is van waar mensen wonen en waar mensen naar school toe gaan. Je ziet dat er duidelijk witte scholen, zwarte scholen in Amsterdam zijn. En dat het aandeel niet-Westen-allochtonen in sommige regio's veel hoger is dan in andere delen. En dat heeft, als je de wijk waar het in zit, als je dat ermee vergelijkt, dan correspondeert dat. Dat bewijst me weer dat mensen niet heel ver gaan reizen voor een school, als het dichtbij een goed alternatief is. Leefbaarheid en veiligheid. Wat maakt iets eigenlijk leefbaar? Nou, kijk maar even naar deze foto's en je hebt er een beeld bij. Alleen de vraag is dat een objectief beeld of is dat een subjectief beeld? En objectief is gewoon puur kijken naar de feiten. Dat kun je op twee manieren invullen. Je ziet dan gewoon rommel op straat. Je ziet een politieagent met een donkere vrouw. Je kunt er allerlei vooroordelen, afhankelijk van wie jij bent, kun je erop loslaten. Maar je kunt het van allerlei kanten bekijken. Bijvoorbeeld de rover had pech en daardoor werd het vel niet opgehaald. Kan maar zo. Of die mevrouw kan haar huis niet in omdat ze de sleutel niet heeft. En aan de achterkant zie je dat het een koophuis is. Dus het is een mevrouw die aardig wat geld heeft. Dus het is een goede wijk waar je in zit. Dus je kunt aan de hand van foto's kun je een beetje een impressie krijgen. Maar je moet altijd goed kijken naar wat zie ik echt. En dat is dus het verschil tussen objectief en subjectief. Dan gaan we kijken naar objectief subjectiviteit. Dan kun je praten over de kwaliteit van een wijk. En dan heb je het over bijvoorbeeld objectieve veiligheid. Ja, op basis van feiten. Als je kijkt naar Den Haag, als je het aantal inbraken bekijkt in verschillende wijken. En je doet dat bij Scheveningen. Dan zie je gewoon dat er verschil is in veiligheid. Sommige wijken hebben meer inbraken dan andere wijken. Ook kan het wel eens dat je versteld staat op wat de cijfers zeggen. Bijvoorbeeld in Overijssel. Niet zo heel veel steden, je hebt een paar steden, maar in Berkum, dat is echt een soort van dorpje buiten Zwolle, waar ontzettend veel inbraken zijn. Alleen Berkum voelt als gezellig, knus dorpje.
Maar juist daar is er veel inbraak, omdat iedereen gewoon de achterdeur open laat staan, omdat iedereen bij elkaar kan binnenlopen. En daardoor heb je dus veel meer diefstallen. Terwijl het gevoel daar gewoon ontzettend veilig is. Kinderen die kun je gewoon over straat laten lopen, zonder dat je daar hoeft te letten. Iedereen let wel op elkaar. Maar toch worden daar veel inbraken gepleegd. Dus echt iets objectiefs, wat anders is dan de subjectiviteit die er heerst. Net dus objectief gehad, nu gaan we naar subjectieve veiligheid. En dat is het bijvoorbeeld op basis van enquêtes of op basis van voorziening of onderhoud. Iemand vindt een straat er slordig uitzien en ander zegt, ja, het valt wel mee. Eén zegt, er komt geen politie langs en ander zegt, nou, ik zie ze af en toe wel. Perceptie is het belangrijkste. Hier waakt de buurt. Maakt het dan veilig? Weet ik niet. Kunnen kinderen spelen? Is het dan beter? Allemaal subjectiviteit. Sommige mensen komen voor hun rust en denken al die kinderen te spelen. Dus ook afhankelijk van wie er woont. Ouderen die met spiegeltjes de wijk in de gaten houden. Ja, is dat omdat ze het onveilig voelen of omdat ze het gewoon leuk vinden om al die bedrijvigheid op straat te zien? Dus je hebt allemaal verschillende soorten subjectiviteit percepties. En daar moet je mee rekening houden. Heel veel jongeren die voetballen op straat. Johan Cruijffkoortje. Johan Cruijffkoortje zit vaak in wat kansarmere wijken. Welk beeld geeft dat daarbij? Maar goed, het is allemaal subjectief. Niet berust op feiten. Leefbaarheid en veiligheid zijn we nog steeds het kopje. Dus sociale cohesie, komen we even terug. Sociale cohesie, dat verbeter je door het netwerk te verbeteren. En netwerken betekent dus mensen moeten elkaar meer gaan zien. Want als je elkaar kent, voel je elkaar ook verantwoordelijk voor elkaar. En hierdoor ontstaat dus een betere sociale cohesie en gaat de wijk leven. Naast dat je de bewoners anders over een wijk kunt laten denken, kun je dus ook de stad anders er laten uitzien. En dat doe je door middel van stadsvernieuwing. Ongeveer vanaf de jaren 60 is men bezig om verschillende wijken die in verval zijn gegaan, om die op te knappen. Eerst kwamen de wijken van de oudere wijken aan de beurt en nu zijn die wijken die van de jaren 60 zijn, die zijn al aan de beurt geweest. Dus het schuift de hele tijd door. En dat kun je op verschillende manieren. Dat kun je door middel van saneren, renoveren, restaureren en herstructureren. Ik ga ze even allemaal bij langs, zodat je een beetje een beeld hebt. Saneren is als voorbeeld dat je bijvoorbeeld oude industrie of een oud bedrijfpand, waar hangjongeren komen omdat er niks te doen is, helemaal tot de grond naar beneden slopen en er iets nieuws voor in de plaats zetten. Dus andere functie en apotheek en woningen voor terug. Dan kun je gaan renoveren. Nou, renoveren is dat je het gebouw wel redelijk in staat houdt, maar je gaat een nieuwe functie aangeven en je knapt het helemaal op. Dus bijvoorbeeld de oude bibliotheek op de Ween werd gerenoveerd en daar kwamen winkels en horeca. Het plein werd ook autovrij, dus dan ga je het opnieuw inrichten, geef je nieuwe bestemming. Je ziet dat nu ook heel veel met verschillende kerken die leeg komen te staan en er komt dus na de renovatie komt er een nieuwe functie in. En dan heb je nog restaureren. En restaureren is weer terug in oude staat brengen. Nou, dat kan op verschillende manieren. Dat kan gewoon omdat een pand bijvoorbeeld vervallen is. Maar bijvoorbeeld hier in Meppel in de Kruisstraat. Ontzettend oud pand. Een van de oudste panden van Meppel was dit. En dat is door brand verwoest. En daarna hebben ze het helemaal gerestaureerd. En helemaal tot in de oude staat weer teruggebracht. Herstructurering, dat kan ook. Dat betekent dus ook dat je wat aan de structuur gaat doen. Dus dat wil zeggen dat je andere type woningen, je kunt ook het stratenpatroon veranderen. Het kan zijn dat het onoverzichtelijk is of een onveilig kruispunt. Of dat je een rij huizen tussenuit haalt, waardoor er een soort van plein ontstaat. Nou, als je andere soorten woning, huur, alles door elkaar gaat doen, dan ben je aan het herstructureren. En dat zie je vooral in de jaren 50, 60 wijken, die zijn volledig geherstructureerd en hebben dus een heel ander uiterlijk gekregen dan dat ze 50 jaar geleden hadden. Een stad is dus voortdurend onderhevig aan veranderingen.
Het hopt dus de hele tijd verder. En je ziet dus dat daar waar de ene stad wordt opgeknapt, nog geen 10 jaar later de volgende wijk aan de beurt is. En daarnaast heb je ook te maken met dat mensen dus binnen die wijken gewoon constant verhuizen. Het kan zijn dus dat als een wijk wordt opgeknapt dat het te duur is om te wonen. Daardoor schuift een bepaalde bevolkingsgroep door naar een andere wijk. Het kan ook zijn dat functies veranderen. Je ziet het in de binnenstad ontzettend. Dus dat oude fabriekspanden een andere functie krijgen. Scholen krijgen een andere functie als ze moeten sluiten. Kerken enzovoorts. Daarnaast is er ook een ontzettende verandering wat betreft woningaanbod. Men is bezig met de compacte stad, dus ze proberen meer woningen in de stad te krijgen. Dus de dichtheid van woningen in de stad gaat omhoog. Daarnaast krijg je aan de buitenkant, in de Phoenixwijk, krijg je ook allerlei nieuwbouw. Dus het woningaanbod is ook constant aan verandering onderhevig. En wat altijd in een stad, zeg maar, bovenaan de prioriteit staat, is het aanpak van de achterstandswijken. Maar vervolgens, als zo'n achterstandswijk dan is opgeknapt, dan heb je wel weer een nieuwe achterstandswijk. En zo is dat een proces wat gewoon constant doorgaat. Aangekomen bij weer een opsomming van de deelvragen. Deze drie deelvragen heb ik net met jullie behandeld. Nou, mocht er nog het een en ander niet duidelijk zijn, scroll even terug in de tijd en kijk het opnieuw. Dank voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Meer video's zijn te vinden op het YouTube-kanaal David Pijpaard. Meld je ook aan, zodat je op de hoogte bent voor nieuwe video's. Succes met het leren!